Goedemorgen. Het is vandaag 2 januari 2017 alweer. Het is 10 uur precies en ik ga snel ontbijten. Dit is vandaag mijn outfit. Full outfit, leggingje. Want ik ga vandaag naar het oude huis van mijn ma. Ik moet worden leeggehaald. Daar liggen allemaal spul op zolder die ik samen met mijn zus moet uitzoeken wat ik wil hebben en zo. Onder andere carnavalspakjes. Leuk. En ik zag net toen ik naar buiten keek dat er sneeuw ligt. Aan de voorkant van mijn straat natuurlijk niet, want het is in de stad. Aan de achterkant wel. Helaas. Ik dacht, oh yes, Timberland aan door de sneeuw lopen. Maar helaas. Dus dat gaat niet door. Ik ga snel ontbijten, want ik moet zo de deur uit. Ik moet afval weggooien van de party. En dan gaan we aan de slag. En zoals jullie nu kunnen zien, ligt er sneeuw. Ik kon het net niet laten zien toen ik uit mijn ruit keek, want toen kon je het niet zien. Maar er ligt dus sneeuw. En ik heb dus geen goede schoenen aangedaan hiervoor. Mijn voetjes zijn nu al een beetje nat, dus ik hoop niet dat ik nog veel door de sneeuw hoef te lopen. Want ik ben nog lang niet terug thuis. En dan zouden we meteen erg afvriezen. En dan gebeuren er allemaal rare taferelen en shit. En daar heb ik niet zoveel zin in. Dus. Zo, we zijn nu onderweg naar het oude huis van mijn moeder. Hallo, hallo, hallo. En hij gaat helpen met slepen en sjouwen. En dingen opruimen en zo. En ook hier ligt sneeuw. Super chill. Ja, we gaan straks sneeuwballengevecht houden. Ik ga Anne een Nee. sneeuw van haar gooien. Jij met Rashid en Dejan. Oh, Ja, ja? dat zou leuk zijn. Ik ga het Oh. filmen. Yes! Dat ga je niet goed Beter. lopen, man. Dat zei drie jongens, testosteron. Dan gaat geworsteld worden, man. Broer. In de sneeuw. In de sneeuw, man. Ja, is goed. Ik wil het wel zien. Lang geleden dat we sneeuw hebben gezien hier. Vorig jaar hadden we dat niet. We hadden geen sneeuw vorig jaar, hè? Nee. Nee. Zo. Volgens mij was het 5 jaar geleden. Toen lag er echt gewoon maanden sneeuw. Weet je dat nog? 5 jaar geleden, ja, man. Dat was chill. Alleen niet als je moet fietsen. Dat is echt vet kut. Zing dat liedje nog eens. Girl, I know this mine. Oh, dit is gewoon cringe moment, man. Dat kan je niet. Nee, dit is idols nu. Nu is je Idols. moment. No, your moment. Mijn moment. Je moment. Waarom ben jij hier nerveus? Niet ik. Nee. Wacht. We moeten hier achter naar binnen. Zo, we zijn er bijna. Oh, wacht. Ik heb echt 15 sleutels bij me. Dus ik moet even de camera gaan. Op dit moment ben ik dus een hipster kerstman. Vrouw. Zoals je kan zien met deze awesome bril. Ik ga gewoon zo over straat. Hoi Floor. Floor is from Brooklyn. Hallo. Hallo. Hoi moeder. Oh, mama. Nothing to lose. Hallo, dus ik ga nu op pad.
We gaan Risk spelen bij een vriend van mij van de tuin. Dus daar ga ik nu naartoe. Even een uurtje chillen. En het is dood op straat. Nobody. En het is fucking koud. Dus ik zie je straks. Dan laat ik weer wat weten. Mensen zijn gewoon in het nieuwe jaar gewoon willen chillen en zo. Die denken het is te koud voor buiten te chillen. Maar wij gaan dus binnen gewoon even een gameavondje doen. Het is nu bijna 9 uur. En hier een mooie kerstboom, mag die er ook op? Hier ben ik met Jerry. Het is nu 20 voor 1. En ik ben nu pas klaar met Risker. Ik heb nog nooit gespeeld, maar het ging vet goed. Ik heb niet gewonnen though. Ik heb misschien niet gehaald, maar het was vet leuk. Maar ik ga nu snel naar huis. Want ik ben moe en ik moet morgen vroeg opstaan weer om bij mijn ma te gaan helpen. Ik word om 9 uur opgehaald. Dus ik moet echt gaan slapen. Ik heb geen tijd meer om het vlog te editen. Slaap is ook belangrijk, people. Dus het komt wat later dan gepland. Maar ja, ciao!